Na het 1-1 gelijke spel tegen Vitesse wordt de rechtervoet van Ruben Jensen ingepakt met ijs. Jensen kreeg tijdens de wedstrijd een flinke tik op de voet. Ja, Ruben, hoe gaat het met je voet? Ja, het is niet zo slecht. Ik denk dat de eerste paar dag weer nog beter. Ja. Want je had er al wat last van, hè, een paar weken geleden. Ja, maar dat was de linker. Oh, dat was de linker? Ja. Wat is er nu met je rechter? Nee, door een slag. Zo is het niet slim. Het lijkt dus mee te vallen met de blessure. Jensen deed tegen Vitesse al vroeg van zich spreken door FC Groningen op een 1-0 voorsprong te zetten. Althans, zo leek het. Atenboer schot. Schot daarna. Van richting veranderd valt hij er zomaar in. Leerdam raakt hem als laatste. Jensen viert zijn feestje, maar het zou wel eens zijn eigen doelpunt kunnen zijn. Ik dacht, jij hebt het doelpunt gemaakt. Ja, ik weet niet of dat was mijn doelpunt of eigen doel. Maar ik heb... Hans heeft geprobeerd te schieten. En dan heb ik die andere tweede bal opgepakt. En dan eenvoudig zo met de spitse bal getroffen. En dan met gelukkig was het een doel. Eerste doelpunt voor Jensen voor FC Groningen. Als hij ook daadwerkelijk op zijn naam komt. Dat was wel een heerlijk gevoel, denk ik. Ja, wat moeilijk. Wat heerlijk. Ja, wat mooi. Ja, en dan denk ik van, dan kom je heel snel op 1-0. En dan denk ik van, dan ga je snel op jacht naar die 2-0. Maar ik had wel het gevoel dat het een moeilijke wedstrijd was. Ja, wel een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat die eerste helft was voor ons en dan die tweede voor hun. Vitesse was goed. We hebben niet... We hebben niet die juiste energie of die zuiverheid met bal. So, ik denk dat we moeten beter doen tegen Herenveen. Het doelpunt kwam uiteindelijk niet op naam van Jensen, maar was inderdaad een eigen doelpunt van Leerdam. Komende zondag krijgt Jensen tegen Herenveen een nieuwe kans.